Bobby Robson wordt in de zomer van 1990 trainer van PSV. Na een succesvol WK als bondscoach van Engeland moet hij ervoor zorgen dat PSV weer landskampioen wordt. Europees gezien was er voor Robson geen succes in Eindhoven. In het eerste jaar was het Franse Montpellier in de eerste ronde van het Europa Cup 2 toernooi te sterk. En ook in de competitie gaat het allemaal met pieken en dalen. Thuis is PSV haast onverslaanbaar. Maar in uitwedstrijden gaat het nog wel eens mis. 4 keer verloren, 5 keer gelijk. Tot grote frustratie van de Engelsman, die ondanks zijn boosheid wel een gentleman blijft. So we absolutely threw the match away. We have thrown a point away. We went from a football club to a Christmas club in 10 minutes. And we've done it in the last 2 matches. Last 2 away matches for Tess. And here we've been in the lead right to the end. And we've lost 2 vital points. The team has lost 2 vital points. We have to accept it because we have to accept the responsibility. But obviously we're very angry at the way the team folded. The way the team thought they could, that was the way to see the game out. By playing slow possession, negative football. And giving them a chance to either A, intercept it, or B, we made mistakes in possession, which we did. And defended badly on the 2 goals. With international players. End of story. De strijd om het kampioenschap is een nek-aan-nek race met Ajax. Op de ene laatste speeldag verliest PSV bij FC Groningen. Maar omdat de Amsterdammers ook verliezen van SVV, hebben de mannen van Robson alles in eigen hand. Tot opluchting van de coach. We are live, yes. It's a little surprisingly, I suppose. Because during the game here today, when we were losing 3-0, I thought that was the end of our championship hopes. En dus valt de beslissing uiteindelijk op de allerlaatste speeldag als PSV Volendam ontvangt. Warnenburg 1-0. Uiteindelijk wint PSV met 3-0 van Volendam en is de missie van Bobby Robson volbracht. PSV is landskampioen en het is feest in Eindhoven. Dames en heren. En jongens, allemaal hartstikke bedankt! Ook het volgende seizoen blijft de kampioenschaal in Eindhoven. PSV speelt ijzersterk en wint met 3-2 van aartsrivaal Ajax. FC Groningen is dan de laatste horde op weg naar nieuw succes. Popescu. Kieft, die is niet af te stoppen. Valks met een pegel en 3-0. En dat is dan helemaal de beslissing. De titel is binnen voor PSV. De tweede titel ook voor Bobby Robson. Veel bekritiseerd, maar hij heeft ze toch maar binnen en hij is er gelukkig mee. Hij gaat naar Sporting Clube de Portugal in Lissabon. In Europa gaat het PSV nog niet veel beter dan in de voorgaande jaren. Beşiktaş wordt nog wel bedwongen, maar in de tweede ronde is Anderlecht te sterk. Opnieuw geen Europees succes voor Bobby Robson. Na 2 seizoenen vertrekt Bobby Robson bij PSV om er in de zomer van 1998 weer terug te keren.
This is an interim period, and in my time of life, it suits me. I'm happy about it, and I'm going back for 1 year. Hoewel met de Johan Cruijffschaal de eerste prijs al snel binnen is, kent PSV een zwakke seizoensopening. 17 verliespunten in de eerste 9 wedstrijden. Daarna gaat het nog niet veel beter, maar deelname aan de Champions League is belangrijker. Alleen dat avontuur strandt in Kaiserslautern. Van Nistelrooy zet PSV nog wel een voorsprong, maar een dubieuze rode kaart voor Patrick Lodewijks is funest. Opnieuw is het voor de winterstop exit in Europa. En in de loop van het seizoen blijkt dat Bobby Robson de Nederlandse taal al aardig onder de knie aan het krijgen is. Het is heel belangrijk. Oh, je spreekt Nederlands? Ja. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, vandaag. But this week is heel moeilijk, as you say, heel moeilijk. Spelling up to winning. Good Dutch, eh? Spelling up to winning. Rude Van Nistelrooy. He is dangerous. You say gevaarlijk. Hij is heel gevaarlijk. Heel belangrijk, ja. Heel belangrijk. Kleine beetje. Heel goed. Alles is goed. Ja, heel goed. We hebben een grote motivatie. Maar als Robson boos is, valt hij terug op zijn moedertaal. But if you ask me rude questions, I'll kill you on screen. So come on, let's go. Het halen van de voorronde van de Champions League is aan het einde van de competitie het maximaal haalbare. Van Nistelrooy, 31 goals. En de 32e kon wel eens miljoenen waard zijn. Brugink. Hij scoort. Brugink scoort zoals hij dat dit seizoen al zo vaak deed als invaller. En hoe belangrijk is dit doelpunt van Arnold Brugink voor PSV? Arnold Brugink zorgt in blessuretijd voor de winnende goal tegen FC Utrecht. En zo kan Bobby Robson tevreden afscheid nemen van Eindhoven.